stel dat ik gewoon mijn schijven zou hebben, allemaal aparte schijven, een grote schijf en wat kleinere schijven, dan zou ik op elke schijf X4, ik zou die kunnen formateren, een partitie opzetten, X4 opzetten en hier bijvoorbeeld een slash partitie, de root, hier bijvoorbeeld slash home met de home directories. Dan kan ik een probleem krijgen als die home directories op een bepaald moment vol zijn, dan kan ik heel moeilijk uitbreiden naar een andere schijf. Om dat probleem te verhelpen is er LVM uitgevonden, Logical Volume Management. Dan kan je dus op elke schijf één partitie aanmaken. In principe kan je dat ook laten werken op de volledige schijf zonder partities. Alleen kan je dan een probleem krijgen als je dat met een ander operating system of programma bekijkt dat geen LVM verstaat, dan vraagt hij soms om dat te formateren. Hè. Dus één partitie aanmaken minimum, dus noods heel de schijf. Dan definieer je die als physical volumes. Dus elke schijf kan je zo definiëren als physical volume. Hier kan ik bijvoorbeeld twee partities op die grote schijf maken en in twee stukken kappen en die samen definiëren als physical volume. Physical volumes die kan je groeperen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, deze physical volumes neem ik samen, die worden samen één volumegroep. Hetzelfde met die andere physical volumes, kan ik zeggen, die horen allemaal samen in één volumegroep. Op een volumegroep kan je dan zelf bepalen hoe groot dat hoe groot stuk dat je eigenlijk van die volumegroep neemt. Hè. Bijvoorbeeld, ik neem hier niet de hele volumegroep, maar ik zeg bijvoorbeeld dit logisch volume is dat dan, gaat 2/3 van de schijf innemen, van de volumegroep innemen. Die logische volumes die lijken eigenlijk op wat we vroeger als een schijf kenden. Dus als ik die wil gebruiken als schijf, moet ik die nog formateren, een bepaald filesystem erop zetten, NTFS, ext. Dus hetzelfde bij de andere schijven kan ik logische volumes definiëren, bijvoorbeeld hier één logisch volume voor mijn slash partitie op te zetten en een ander logisch volume voor mijn slash home partitie op te zetten. Nu zou het dus weer kunnen op een bepaald tijdstip dat ik niet meer toekom met mijn slash home partitie, die is te groot, dit logisch volume loopt gewoon vol. Wat kan ik dan doen? Dan koop ik eigenlijk een extra schijf bij. Ik definieer die, en dat kan allemaal online, terwijl die eigenlijk actief is, on the fly als je wilt. Dus ga ik die definiëren als physical volume. Wat doe ik dan? Dan ga ik eigenlijk de volumegroep uitbreiden. Ik ga een grotere volumegroep maken. Dat heet VG Extend. De bestaande logical volumes, die blijven nog even. Dus stel dat die geformateerd waren. De ene was geformateerd als X4 en gemount naar de slash, naar de rootpartitie. De andere was geformateerd als X4 en gemount naar de slash home partitie. Als ik dus mijn volumegroep heb geëxtend, uitgebreid, kan ik net hetzelfde gaan doen eigenlijk met mijn logische volume. Dus mijn logische volume ga ik nu ook uitbreiden. Dan heb ik dus dit systeem. Dus dan is mijn logische volume groter. Dan kan ik ook nog, en dat kan ook on the fly, kan je ook nog resize to fs doen. Kan je deze partitie of dit volume uitbreiden naar het geheel eigenlijk, zeg maar. Dus dat zijn de stappen voor een logisch volume uit te breiden.